Vandaag in Gouden Tijden. Joris Lintzen gaat terug naar de tijd dat hij begon als presentator bij Stadsomroep Utrecht. Het is grappig om terug te zien. Of het toen grappig was voor de kijkers, weet ik niet. Maar... Met een paardenkarretje door Leersum, Jaarsveld en Lopik in 1955 en de Olympische Spelen in Sterrewijk. Maar we beginnen in Vianen. In 1930 verzamelen boze automobilisten zich in de Hoofdstraat. Ze zijn boos vanwege het hoge tolgeld dat op de weg naar Utrecht wordt geheven. Als protest betalen ze met extra groot geld aan de tolgaarder. Sommige bestuurders betalen met een briefje van 100 gulden voor de 3 stuivers tolgeld. Waardoor de tolgaarder snel door zijn wisselgeld heen is. In Vianen zijn in die tijd 2 tollen voor wegen. 1 bij Vreeswijk en 1 bij Jutphaas. Mensen uit de wijde omgeving doen mee aan de acties. De tollen bij Vianen worden in 1947 opgeheven. 17 jaar na de protesten. In 1953 schaft de Nederlandse regering alle gemeentelijke tollen af. De dorpen Jaarsveld en Lopik nu en in 1955. Zangvereniging De Lofstem laat een film maken over het dagelijkse leven in de dorpen. Een hele dag lang rijdt de opnamewagen door de straten om de bewoners en hun huizen op film vast te leggen. Jaarsveld en Lopik liggen aan de Lek. Lopik is nu een zelfstandige gemeente en Jaarsveld hoort daarbij. Hier zien we de wetering, waar wilgetenen staan te rijpen. De rijpe wilgetenen worden geschild om er later manden van te kunnen vlechten. Het dijkhuis op de Lekdijk. In 1986 was dit het decor voor de verfilming van Het Wassende Water, de beroemde roman van Herman de Man. Joris Lintzen is vandaag op bezoek bij RTV Utrecht. We kennen hem natuurlijk allemaal als de presentator op de landelijke televisie. Maar wat weinig mensen weten is dat Joris begonnen is bij Stadsomroep Utrecht. En dat is inmiddels 25 jaar geleden. Deze week in het magazijn. Hè? Dat ben ik zelf. Het magazijn was een maandelijks cultuurprogramma bij Stadsomroep Utrecht. Dat Joris zelf had bedacht. Dit heb ik 25 jaar niet gezien. Dit is echt... Ik ben 25 jaar geleden begonnen bij Stadsomroep Utrecht. Heette het toen net, daarvoor was het nog Domroep. En het was een programma over aparte Utrechters en over Utrechtse Hollandse muziek. En in wezen was het eigenlijk al een soort voorloper op het programma dat ik later zou maken bij de NCRV, Joris Showroom, naar het Rob Ruchten Showroom. Ja,
Joris doorkruist heel Utrecht. Hier is hij op een reunie van de Beatkelders uit de jaren 60. Met natuurlijk de Jets. Oh, de Jets of zo, hè? Jets. We waren op de Oude Gracht. Een x-aantal kelders. En ja, in vogelvlucht was dat Palet, de Hoelenhut, Cavern, Sarrazani, Persepolis, kortom. En wat gebeurde daar dan? Soms wat het daglicht niet kon verdragen, maar ook hele leuke dingen. En wonen op Kanaleiland is fijn. Omdat er zoveel gezellige mensen zijn. Wonen op Kanaleiland is fijn. Ja, om een echt Utrechter te zijn. Wonen op Kanaleiland is fijn. Ja, en dan hele, hele best. Nee, maar want? Fijn. Fijn, ja. Ja, je mag fijn niet zeggen. Oh, reusachtig. Dus wonen op Kanaleiland is fijn. Ja. We drinken graag een glaasje wijn. Ik kan me hier niks van herinneren, maar het is grappig om terug te zien. Of het toen grappig was voor de kijkers, weet ik niet, maar... Wat heeft zij? Jij moet beslissen. Dus beslis, anders is het voorbij. Dat was echt de begintijd van de videoclips. Die had je nog bijna niet. En wij maakten dus van Utrechtse artiesten clips. En er waren hele goede bij, goede artiesten. Maar er waren ook ja, hele lieve amateurs bij en zo. En dat vonden wij eigenlijk ook wel leuk om daar een beetje mee te spelen en zo. Het was altijd een beetje ook op de rand van dat het ook grappig was. Maar van de andere kant was het wel dé manier voor die artiesten ook om bekender te worden. Eigenlijk zoals het altijd gaat. Deze week in het magazijn. Bijzondere voetballers. En Utrechtse... Die zingen. Wijk het wel in het lange Rozendal. Utrecht, het moest van allemaal. Staat som goed showtime. Show business uit Utrecht. Goedenavond dames en heren en welkom bij Stadsomroep Showtime. Stadsomroep Showtime, het showprogramma van Stadsomroep Utrecht. Met al het nieuws uit Utrecht en alle show-evenementen uit de Domstad. En Paulien, wat hebben we vanavond in het programma? Nou Albert, dat zal ik je vertellen. Okay. Wij zochten Rob de Nijs op in een tuincentrum waar hij bezig was. In wezen is dit ook al een beetje Ome Cor-achtig, wat ik later deed, de persiflage op de smartlappenzanger. Waarbij je ook toch stiekem van smartlappen mocht houden. Dus dat dubbele zit hier al in. Ik begin mezelf steeds meer te begrijpen nu, dankzij jullie archief. En ik vroeg John Schaap naar zijn plannen voor het nieuwe jaar. John Schaap. Op 7 januari beginnen we het jaar heel goed. Ah, John Schaap, dat is toch de vlees geworden, Stadsomroep Utrecht. Ontzettend leuke collega. Wat ik leuk vond was, je had eigenlijk altijd heel veel verschillen tussen de televisieafdeling en de radioafdeling en zo. Dat heb je eigenlijk bij al die omroepen. En dan vaak hebben de radiomensen het gevoel dat de tv-mensen op hen neerkijken en zo. Nou, ik heb daar zelf nooit last van gehad. En John Schaap was natuurlijk een waanzinnige bron. Dat was mijn deep throat. Die wist alles van de Utrechtse muziek. En die gaf me allemaal tips en zo. En we hebben nog wel eens contact. En hij draait zo. Ik vraag nog, als ik een singeltje maak met mijn nieuwe band, met Caramba of zo, laat ik het aan John Schaap horen. En die geeft dan zijn commentaar en zo. Geweldige gozer. Utrecht bestaat, zie daar gebeurt van alle hand. Een bruis aan alle kant, in handje van het land. Hey Herman, hey Joris. Hoe is het? Nou, leuk dat ik je nou even zie, want het is een tijd gezien dat wij elkaar geleden hebben. Utrecht, het mooist van allemaal. Ook toevallig dat jij nou binnen, want jij werkt toch weer uit in Utrecht. Nee. Nou nee, dat is de concurrent, hè? Ik dacht de Stadsomroep, tv ja, ook nog. Ja, maar die grap maak ik vaker. Oh ja, dan ben ik alweer ingetuigd. Ja. Het is wel bij de Herman. Ja, ja, ja. Dus dit is Radio Domstad? Ja, dit is Radio Domstad en daar is de microfoon. Oh, heb je een microfoon bij? Ja. Had het dan even gezegd, dan had ik me even omgekleed. Nou, vooruit, ga door. Zijn we nou toch? Ja, waar ik het wel eens over wil hebben eigenlijk, die tijd van vroeger, dat Meliton Theater. Dit is echt heel ontroerend, vind ik, om terug te zien. Herman Bekien. Die eigenlijk toen al over zijn hoogtepunt heen was in zijn carrière. Maar die toch een soort vriend is geworden. Maar het is mooi om terug te zien. Het is echt een Utrechts icoon. Het is een geweldige beelden, joh. Dat Jackie heb ik laatst een keer ergens teruggevonden en weggegooid inmiddels. Het magazijn Spijkerjack.
En dit was in Lunette, daar woonde Herman het laatste stuk van zijn leven. Altijd zijn vrouw erbij, hele lieve vrouw. Joris maakt samen met Herman de clip voor het strijdlied van FC Utrecht. Dit is mijn club in het hart van het land. Er is altijd wat moois aan de hand. Rood en wit waar ik zoveel van hou. FC Utrecht, ik blijf je trouw. IJskoud, weet ik nog. En Herman Bekien had een hele broze gezondheid. Die was al verkouden en zo. Dat was zo sneu. Maar die hele selectie was erbij en zo. En dat is ook natuurlijk het Utrechtlied geweest een hele tijd. Dat was eigenlijk heel eervol om te doen. Elke wedstrijd weer van de partij. Wij gaan ervoor zij aan zij. De strijd gaat beginnen. We gaan van ze winnen. We pakken ze in. We kregen eigenlijk totale vrijheid. Iets waar ik nog heel vaak naar terug verlangd heb in Hilversum. We werkten dag en nacht, hoor. Het was echt keihard werken. En we kregen er ook geen geld voor. Maar die enorme vrijheid van de staatsomroep, dat is iets waar ik altijd naar ben blijven verlangen. Volgende week halen we herinneringen op met Joris over zijn zangcarrière als Ome Cor. Utrechtse sterrenwijk in de jaren 70. Kinderen maken hier hun eigen versie van de Olympische Spelen. De Spelen zijn georganiseerd door het plaatselijke buurthuis. Met een ponykarretje door Leersum en het Leersumse Veld in 1947. Het vertrekpunt is restaurant Damlust. Dat bestaat nu niet meer, want in 1970 wordt het door brand verwoest. Leersum ligt op de Utrechtse Heuvelrug en maakt deel uit van het Nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug. De naam Leersum is ontstaan door de ligging in de bossen. Leer is een oud woord voor bos en sum komt van heim en dat betekent woonplaats. Volgende week in Gouden Tijden. Ome Cor, Ome Cor. Songfestival is fout, Smartlap was fout en zo, in die kringen. En die gingen we dan toch doen voor de lol. In Veenendaal bezoek van prinses Margriet en een leeuwenwelp en een geit samen aan tafel in het dierenpark. Dat en meer in Gouden Tijden.